We hebben een goed team dat alles in de gaten houdt en conform de wet handelt. Zo reageert minister Gilmore Hoefdraad van Financiën vanuit Washington DC tegenover het Nationaal Informatieinstituut. De bewindsman gaat in op de klacht die de VHP-fractie tegen hem heeft ingediend bij de procureur-generaal. De fractie vindt dat de bewindsman het leningenplafond heeft overschreden en daarmee de wet op de staatsschuld. Hoefdraad spreekt van een afleidingsmanoeuvre richting de verkiezingen. Hij verzekert dat er absoluut niets mis is met het vraagstuk van het leningenplafond. Het probleem is volgens hem dat de huidige wet te veel ruimte geeft aan wie dan ook om constant een minister aan te klagen. De minister zegt dat deze wet vanaf het werd ingesteld alleen maar voor problemen heeft gezorgd. Hoefdraad zegt spoedig met het parlement in dialoog te willen treden, zodat de wet voor iedereen duidelijk is. De minister is momenteel in Washington DC in verband met de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. In de marge van deze conferentie worden gesprekken gevoerd met onder andere de Wereldbank, het IMF, de Inter-American Development Bank en de Islamic Development Bank, waarbij samenwerking met Suriname wordt geëvalueerd en uitgediept.